vis. We hebben de vis nou net eigenlijk voor het eerst zien zwemmen. Echt een hele dikke graskarper. Het zijn er twee. Het probleem is dat het water hier zo erg dicht is gegroeid dat we wel wat maatregelen moeten treffen, aangezien graskarper gewoon echt een hele sterke vis is. We vissen dus met een wat stuggere hengel, ook vissen met gevlochten lijn. Gevlochten lijn is vaak wat minder goed voor de bek, maar ja, je moet dan keuzes maken. Of voorzichtige drillen en hopen dat je de bek heel houdt, of dat met gevlochten lijn, dat je de vis uit het wier kan houden. Want als een vis eenmaal zo het wier inschiet, dan kan die gewoon echt verstikken, want het wier, nou, het is geen eens alg meer, het is zo dik dat je er gewoon met je hand bijna niet doorheen komt. Dus ja, we gaan zien, we gaan het proberen en ja, hopen dat het lukt. Indy, let op. Ja, maar god. Nou, laat hem liggen hoor. Haal hem er nou niet uit. Nee. Ja, dat gaat nu draaien.
Yo. Ja? Yes. Hij piekt weer mooi terug. Naar dat ene stukje lopen waar het... Ja. Hij loopt. Niet zo. Ja. Zo. Voorzichtig, hè, man. Jongen. Yes! Lekker hoor! Na al die uren! Jongens. Hij staat er helemaal in, die Lucas. Moet je zien. Dat hebben we ervoor over. Zeker weten. Echt, man. Hartstikke bedankt. Oh ja, en sorry voor de vinger in beeld bij het releasen. Maar ik moest gewoon even snel de camera overgeven om het erop te krijgen. Het is warm, weinig zuurstof in het water, dus het moest even allemaal snel. Dus sorry daarvoor.